ADO Den Haag kan komend weekend door de psychologische 30-puntengrens heen. John Gosens heeft eindelijk zijn basisplaats te pakken bij ADO. Riley Ignacio over het horten en stoten van AFC in de tweede divisie. En we hebben Joop. Ja, ik zou eerlijk met je zijn. Ik zat in Mallorca. Ik heb er niet veel van meegekregen. Ik zat achter de senoritatjes aan. Ja. En? Ja, is het gelukt? Ja, is wel gelukt. Uiteindelijk had ik één guappie aan de haak geslagen. Maar dat was wel een sterretje. Die zie je niet vaak in Nederland. Was hij goed? Dat een toppertje? Een 10? Nou, dat was zeker een 8,5. Ja? Zeker, ja. Een 10, dan was ik gebleven in Mallorca. Dag allemaal. Ja, en weer komt er een belangrijke eredivisiewedstrijd aan voor ADO Den Haag. Want ja, zolang ADO bijna wekelijkse punten blijft morsen, zoals vorige week bij de Graafschap, blijft het spannend. Onderin de eredivisie lijken zich de echte degradatiekandidaten langzaamaan af te tekenen. Maar het blijft oppassen voor de Hagenaars. Met winst komende zaterdag op Heerenveen lijkt er eindelijk lucht te komen voor ADO. En we gaan op die weer belangrijke wedstrijd voor ADO vooruitblikken met John Gosens. John, ja, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. En eindelijk een basisplaats, zeiden we net al. Want ja, daar heb je even op moeten wachten. Je hebt inmiddels 3 keer in de basis gespeeld, 4 keer op rij nu. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Maar hoe belangrijk is dat voor je? Nou ja, uiteindelijk is dat wel waar je het voor doet. Ik bedoel, tijdens wedstrijden zijn alle ogen op je gericht. En uiteindelijk is dat ook gewoon je vak. Dus je wil gewoon voetballen. Ja, maar je moest er lang op wachten. Ja. Eigenlijk voor mijn gevoel iets te lang. Ja. Maar ja, goed, daar zullen ongetwijfeld de meningen over verdeeld zijn. Maar is dat moeilijk voor je? Want Tuurlijk. Ik bedoel, je bent een topsporter en je wil altijd spelen. Ja. Ik denk dat elke speler dat moet hebben. En hoe uitzicht dat dan, dat je het moeilijk hebt? Uitzicht dat? Nou ja, goed, de ene keer... het is eigenlijk lastig. Ik ben wat dat betreft wel een binnenvetter. Ik zal het niet heel snel uiten naar de buitenwereld. Maar intern wordt dat ongetwijfeld besproken. Ja. Ik bedoel, als ik een mening heb en ik vind dat ik op basis van trainingen of invalbeurten moet spelen, dan ben ik de eerste die dat meldt. En wat zeg je dan tegen trainer Fons Groenendijk? Nou ja, goed, het is niet zozeer dat je iets moet melden. Het is eigenlijk gewoon een gesprek die je aangaat. Dan deel je meningen met elkaar. Ja. En uiteindelijk. En hoe lang duurde het toen nog na het gesprek voordat je tegen Emma laatst in mocht vallen? En trouwens nog een belangrijke goal maakte? Er zijn vaker gesprekken geweest. Deze goal trouwens. Vaker gesprekken. Ja. Goed, en dan uiteindelijk heb je. Er zijn vaak momenten in het seizoen dat je even met elkaar gaat zitten. En eigenlijk de laatste keer was in Turkije op trainingskamp. Ja. Maar goed, je bent 30 jaar, je hebt wat spelers ook voor je, ook op het middenveld. Je speelt nu een beetje in een vrije rol op links. Is dat een rol die je het beste past, wat jou betreft? Nou ja, goed, ik ben wel heel erg blij met de vrijheid die je op die positie krijgt. Ik ben wel een speler die zich graag rondom de bal bevindt. En als je een vrije rol hebt, dan kan dat makkelijker dan dat je echt vastgepind bent op één positie. Dus wat dat betreft ligt dat mij dat wel, ja. Ja. Maar hebben we nu alles al van je gezien ook? Want ja, nogmaals, we hebben nu al goede wedstrijden van je gezien. Nogmaals, die goal die we net zagen. Ja. Nee, natuurlijk niet. Wat krijgen we nog te zien van je? Ik hoop natuurlijk om uiteindelijk ook je goede wedstrijden uit te kunnen drukken in assisten, in doelpunten. Want dat is wel uiteindelijk een manier van spelen voor mij... Waar ik mezelf in zie, om belangrijk te zijn in de eindfase van een opbouw eigenlijk. Ja. Dat je tot kansen komt en tot scoren. Uiteindelijk is dat voor mij wel wat nu ontbreekt. Ja, en we kennen jou van dat geweldige schot. Dat hebben we bij je vorige clubs, waar we het straks trouwens nog over gaan hebben. Over alle clubs waar je bent geweest. Daar kennen we je van. Vrije trappen. Ja, dat willen we zien, hè? Ja, goed. Dat is uiteindelijk ook wel een beetje je kenmerk. Ja. En wat dat betreft is dat wel te lang geleden dat weer naar voren kwam. Goed. Ja. Straks praten we verder. Eerst maar eens eventjes het laatste nieuws bij jouw club, Jim. In aanloop naar, ik kan het elke week zeggen, maar toch wel weer een belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen. We hebben het over die psychologische 30-punten-grens die je kan overschrijden. Hoe leeft dat bij ADO? Ja, de echte grens ligt natuurlijk op 34, zoals dat altijd zeggen. Maar de grens van 30 is wel lekker voor een beetje lucht en wegkomen uit het moeras. En daar ging het ook over. ADO staat nu, voorafgaand aan speelronde 25, 12e met 28 punten. Nou, tel daarbij een overwinning op Heerenveen 31 bij op. En dan doe je een grote stap naar Lijfsbouwt. Ja, dat hebben we wel vaker gehoord natuurlijk. Maar
Ja, weet je, ik kijk daar niet zo naar. Ik vind gewoon dat wij iedere wedstrijd moeten spelen om een resultaat te halen, om te winnen. Nou, en dan zien we wel wat dat dan oplevert. Maar ik ga niet, niet iedere keer praten over een stap dit en een stap dat. We moeten gewoon wedstrijden winnen. Maar als je dat doet, maak je wel een mooie stap vooruit. Ja, nee, dat klopt ook. Dat weten we ook, tuurlijk. Alleen, dat is al het hele seizoen zo. Je kan met twee wedstrijden winnen, kan je in één keer weer die play-offs staan in Europa. En je kan ook naar onderen moeten kijken. Maar dat is nou inherent aan deze competitie. Het zit dicht bij elkaar. Ploegen ontlopen elkaar weinig. Ploegen als Heerenveen, Zwolle, Groningen, dat zijn ploegen. Noem er nog maar een paar. Die staan allemaal bij je in de buurt. VVV. Dus dat maakt het wel leuk, interessant. Dan door naar de man in bloedvorm, Geraldo Becker. Alleen dit kalenderjaar creëerde hij zelf al 17 kansen. Dat is meer dan alle andere spelers in de Eredivisie. En geen enkele speler was bij zoveel goals betrokken. Bij de laatste 10 was Becker bij 7 goals betrokken. 2 doelpunten en 5 assists. Ik doe gewoon altijd wat ik moet doen. En ik blijf hetzelfde trainen, ik blijf dezelfde dingen doen. En 2019 komt er wat meer eruit, ja. Maar wil je dan niet zelf weten waar het door komt als je hetzelfde blijft trainen, als je hetzelfde blijft doen? Opeens gaat het goed. Je zoekt toch ergens een houvast om te weten van, ik drink een andere thee, daardoor gaat het goed. Klopt, maar ja, ik denk als je één keer een lekkere thee drinkt, dan denk je van oké, ik hou me eraan vast. En ik denk ook hoe het nu bij mij zo goed gaat. Kijk, je begint 2019 met de goal dan en een assist en de volgende wedstrijd geef je weer een assist. En dan ja, ga je gewoon lekker het veld in en met een goed gevoel. Ja, Becker zei het al, zijn contract loopt af. ADO heeft inmiddels laten weten dat een aanbieding voor Becker is verstuurd. Dat wordt sowieso vervolgd. Dan door naar de vermoedelijke elf tegen Heerenveen. Op doel Swinkels. Achterin Troepé, Beugelsdijk, Kanon en Meijers. Het middenveld met Immers, Bakker en El Kayati in voorin. Becker, Neesiet en Goossens. Eigenlijk dezelfde elf als afgelopen week tegen de Graafschap. Wilfried Kanon kan tegen Heerenveen de 100ste basisplaats in een eredivisieduel bij ADO Den Haag krijgen. Dat zou betekenen dat hij in een mooi rijtje komt te staan. Voor hem gingen Berg, Albertsen, Perasic en De Rijk hem voor. Als buitenlander 100 wedstrijden in de basis bij ADO Den Haag. Mooi. Je staat er weer in de basis. Ja, als er niks verandert vandaag, dan sta ik erin. Toch weer lekker dat je erin staat. Ja. Hey, jouw carrière voert langs Ajax, waar je bent opgeleid. Ja. Daarna volgde NEC, Feyenoord. Ja. De club in India, Roemenië, de Verenigde Staten en nu dus ADO Den Haag. Ja. Ik wil met name even over je buitenlandse avonturen ook hebben. We kennen je natuurlijk dus ook al eerder uit de Eredivisie. Waar je met name de Verenigde Staten opviel bij Chicago Fire. Want ja. Daar heb jij volgens mij, als ik je wel eens eerder heb gehoord, je mooiste periode gehad. Ja, ja, zeker weten. Amerika was voor mij een hele grote wens. En die wens die kwam in vervulling in 2016. Mm-hmm. Ik kreeg de kans om daar een 2-jarig contract te tekenen. Ja, en dat is eigenlijk vanaf dag 1 dat ik daar aankwam. Was het een genot om daar te zijn, om daar te voetballen. En waarom dan met name? Alles. Het is enorm professioneel, de topsportmentaliteit. Hoe alles eigenlijk rondom de club geregeld is. Het is... Eigenlijk is het vanuit Europa, wordt er eigenlijk nog te weinig aandacht aan geschonken wat er eigenlijk in de MLS gaande is. Want het is maar goed, daar komt wel wat verandering in. Fox gaat er nu uitzenden, mede ook omdat Frank de Boer natuurlijk bij Atlanta zit. Dat helpt natuurlijk wel mee. Ja. En het is... Je speelde ook niet met Bastian Schweinsteiger speelde je mee destijds. Ja, klopt. Je hebt ook tegen Pirlo bijvoorbeeld gespeeld. Ja. Frank Lampard speelde je tegen. Ja, het is... Dat zijn grote namen. Ja, dat was inderdaad. We speelden bij New York City speelden we uit. Ja, dan speel je in het stadion van de Yankees. Ja. Speel je tegen Pirlo. Villa speelde. Fiera was destijds de coach. En je wilde dat zo graag dat je een paar jaar daarvoor al bij Feyenoord je contract liet ontbinden. Ja, daar speelde klopt. Je weinig. En je dacht, ik wil wat anders. Dat buitenland longt. Nou, het werd dan eerst India en Roemenië. Ja. Toen de Verenigde Staten. Je gezin ging mee. Ja. Want hoeveel kinderen? Twee jongens. Twee jongens. Ja. En een vrouw waar je al 19 jaar samen mee bent? 9 jaar. Of 9 jaar, sorry. Ja, 19 jaar. Dat ga je ook halen. Dat ga je halen. Ongetwijfeld. Maar hoe moeilijk was dat met je gezin om die stap te maken naar het buitenland?
Nou ja, goed, over het India gedeelte was inderdaad ook de planning om samen te gaan. De mensen die mij persoonlijk kennen, die zullen mij omschrijven als een echte familieman. Ik heb altijd in gedachten van waar we ook gaan, we gaan eigenlijk altijd met z'n allen. Mm-hmm. Dat is ook een bepaalde ontwikkeling die je ook aan je kinderen meegeeft. Dat staat bij mij eigenlijk altijd op één. Alleen in India was het eigenlijk gewoon niet haalbaar. Nee. Ik moest daar eerder naartoe vanwege de visums die nog niet op orde waren. Mm-hmm. Dus ik ben daar eerst naartoe gegaan en zij zouden een week later aansluiten. Ja. Alleen mijn jongste zoon die was destijds 6 maanden. Ja, dat durfde je niet aan. En dat was, dat was wel even een eye-opener dat ik daar aankwam. Ja. Maar over Chicago nog een keer gesproken. Ja. Je hebt wel gezegd hoe je daar weg moest, want je contract werd daar in 2017 niet verlengd. Het kwam ook door een langdurige blessure die je had. Ik wil eigenlijk helemaal niet weg hier. Ik wil blijven. Klopt. Waarom ben je dan toch teruggekomen? Nou ja, het is heel simpel. We wilden echt blijven. En uiteindelijk hebben we ook gesproken over een verlenging. Ik had een optie in het contract die automatisch niet gelicht werd vanwege de blessure. Ja, maar je wilde ook blijven voor het land, toch? Ja, want we hebben daar gewoon 2 fantastische jaren gehad. Die kinderen die hebben daar een hele mooie tijd gehad. En ja, je bouwt ook iets op. Je zit daar toch gewoon 2 jaar lang. Mm-hmm. En het is een dusdanige afstand dat je ook niet zomaar even naar huis gaat. Nee. En dus ook gewoon in vakantieperiodes bleef je daar. Ja. En die kinderen die bouwen hun vriendengroep. En die zijn nu nog op een hele jonge leeftijd lekker tweetalig. Die zitten ook hier in Nederland op internationale school. Dat is super. Dat is super. Mooi avontuur. We gaan straks verder met je praten, John. Want we hebben nog wel wat te bespreken. Natuurlijk ook over ADO. Herman, mees hem eens eventjes naar het amateurvoetbal van komend weekend. Ja, want daar blijft het spannend. Het wordt eigenlijk met de week spannender. Want AFC, ze leek eigenlijk in een zetel naar het kampioenschap te gaan. Maar na de winterstop is er flink wat zand in die Amsterdamse motor gekomen. Ze waren koploper van de tweede divisie, maar van de 7 wedstrijden in 2019 werden er 2 verloren. 3 keer werd er gelijk gespeeld. En daardoor werd de koppositie afgestaan aan IJsselmeervogels. Je vraagt je af, wat gaat er nou eigenlijk fout bij die Amsterdammers die morgen tegen Rijnsburgse Boys spelen? Iedereen komt met een ander gevoel naar je toe. Zeg maar, normaal gesproken, we gaan naar AFC, maar nu is het van, we gaan naar de koploper. Betekent dat je, in plaats van 10 miljoen eigenlijk 120% geven, wat eigenlijk onlogisch is, maar het moet wel, snap je? En na de winterstop is dus dit het geval, zeg maar. Je ziet, ze zijn scherper. Het lijkt alsof ze vrijdagavond om 4 uur al in de middag gaan slapen, omdat ze weten dat ze tegen AFC moeten, maar het is gewoon anders. Ik denk dat het daar dan een beetje ligt. Is het wat dat betreft misschien wel lekker dat de druk nu bij IJsselmeervogels ligt? Zij zijn nu de koploper. Jullie kunnen een beetje vanuit de luwte komen. Kijk, uiteindelijk is het belangrijk dat je aan het einde van de rit bovenaan staat. Maar ja, natuurlijk hebben we het liefst dat de koplopers zijn. Maar weet je, het is nooit leuk om te verliezen en zo. Druk. Uiteindelijk, hun hebben het ook, hun spelen ook niet al te best. Deze competitie is bizar eigenlijk, want iedereen wint van elkaar. Dus ik weet niet of het veel uitmaakt. Uiteindelijk moet je gewoon scherp zijn. Ik hoop dat het effect gaat hebben dat we nu minder druk hebben. Maar ik weet niet echt of het daaraan ligt. Zaterdag speelt AFC tegen de nummer 9, Rijnsburgse Boys. En de heenwedstrijd werd een ruime 6-2 overwinning voor de Amsterdammers. Met 2 goals van Ignacio tegen zijn oude club notabene. Er is nog even sprake geweest van een terugkeer op de middelmorst voor Ignacio. Uiteindelijk heeft hij met 2 jaar verlengd bij AFC. Uiteindelijk heb ik niet eens echt gewacht op hun aanbod. Ik heb wel gewoon een goed gesprek met hen gehad en natuurlijk verteld hoe of wat de ins en outs waren. Maar uiteindelijk heb ik niet eens op een definitief aanbod van hun gewacht. Omdat ik was zeg maar zo tevreden en zo happy bij AFC en ook met de nieuwe verbintenis. Dus dat ik het respectvol vond om gewoon daarop in te gaan en om heel netjes ook tegen Rijnsburg te zeggen van jullie hoeven niet te lang op mij te gaan wachten en dit is het en ik voel me daar goed bij en dat respecteerden ze ook. Morgenmiddag dus in Amsterdam, AFC Rijnsburgse Boys. De Rijnsburgers zouden natuurlijk met een overwinning Katwijk enorm kunnen helpen. Want Katwijk is nog altijd in de achtervolging op IJsselmeervogels en AFC. Het is ongekend spannend, we zeiden het al in de tweede divisie. De laatste wedstrijd van het seizoen.
IJsselmeervogels tegen AFC. Dat zou een ontknoping zijn, zeg. Beelden van de wedstrijden van dit weekend zijn zaterdagavond weer te zien in TV West Sport. Morgenmiddag alles op de radio. Dankjewel, Herman. Ben jij en zijn jullie ook zo benieuwd naar de laatste vlog van Aten Mos die speciaal voor ons heeft gemaakt in aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen? Ja, toch? Ik volg dat eigenlijk niet. Nee? Nou, dan gaat er nu een wereld voor jou. Oh ja? Ja, Aad. Sta ik bij Appie de Kapper binnen. En wie zit daar? De grote chef-kok van Fox Sport, de tafel van Kees. Natuurlijk hebben we Ajax gezien, dat weten we allemaal. Maar nu gaat het gewoon mijn leven weer door. Dus ik ga de chef-kok vragen wat hij denkt van ADO tegen Heerenveen. Zeg het maar, chef Toepie. Ah, dan denk ik toch echt ADO. ADO, clubje van Kees Jansma, mijn grote vriend. Met topscorer Nasser in Abdel Nasser en Gayati. Dus ik denk dat ADO daarna met een nulletje of twee gaat winnen. Verwacht ik al. Oké, dat is goed nieuws voor de jongens in het Kartiens stadion. Ik ga er zelf ook morgen naartoe. Dus ik hoop dat chef Toepie gelijk gaat krijgen. Appie, jij hebt het laatste woord. Wat denk jij? ADO Heerenveen. Ik denk dat Heerenveen wint. Oh, daar willen we lekker mee. Waarom? Omdat Lammers en de Flappie daar spelen. Juist. Ja, joh. Lammers is spuugvoetballer. Ah, dat wint altijd. Ja. Let maar op, zeker als ik kom met chef Toepie. Ik hoop het. Ja, Aad. Zoals altijd bescheiden, half in beeld. Nou ja, goed. We hadden het over jouw buitenlandse avonturen. Ja. Dat je daar zo van hebt gehouden en misschien wel zelfs nog wel een beetje heimwee hebt naar bijvoorbeeld Amerika. Mm-hmm. In hoeverre zit er een nieuw buitenlands avontuur in voor jou? Want je contract loopt af bij ADO daarna dit seizoen. Ja, moet ik heel eerlijk in zijn, heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Echt niet? Nee. Want het seizoen loopt toch al een beetje richting het einde? Ja, maar het seizoen loopt ook anders dan ik vooraf had verwacht. Ja. Dus, maar stel, er komt een mooie buitenlandse club. Stel dat Amerika weer komt. Ja. Wat doe je dan? Poeh. Ja, dat zou ik heel lastig vinden. Ja? Ja. En waarom? Is dat de thuissituatie ook? Thuissituatie en ook de club. Ja, los van mijn geringe minuten tot nog toe, heb ik er wel een heel erg naar mijn zin bij de club. Het is een fijne club om te werken. We hebben een leuke selectie. Ja. En ook wat je zegt met thuissituatie. Je bent niet alleen. Nee. Dus het zou heel erg egoïstisch zijn om nu te roepen van, oh, als ik een kans krijg, ja, dan ga ik terug. Want ja. Maar jij vindt ook het leven naast het profvoetbal belangrijk, hè? Dat je een normaal leven kunt leiden. Ja, vind ik heel erg belangrijk. Dat, dus die thuissituatie is voor jou ontzettend belangrijk. Ja, je ziet het nu ook weer, kijk, los van dat eigenlijk onze buitenlandse avonturen heel veel gebracht hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, mijn kinderen zijn heel erg makkelijk in omgang. Ja. Ze maken heel makkelijk vrienden. Maar tegelijkertijd hebben ze hier ook nu weer hun ding opgebouwd. Ja. En om ze nou constant ergens uit hun omgeving weg te trekken en weer een nieuw avontuur aan te gaan. Ja, je komt nu wel op een andere fase kom je aan. En dat moet je wel meenemen. Ja, maar dat maakt die beslissing zo moeilijk. Want stel, je bent 30, tuurlijk. Je kan nog één keer, laten we eerlijk zijn, toch? Ja. Normaal gesproken misschien twee keer een stap maken. Ja. Als die droomclub komt uit het buitenland, dan wil je misschien liever toch je gezin dat niet weer aandoen. Die hele verhuizing. Nou, de mening van mijn gezin zou wel heel zwaar wegen. Ja. Ja, ongetwijfeld. En dat heeft dan met leeftijd toch ook te maken? Wat de fase waar je in zit in je leven. Ja, maar goed. Ik ben ook heel dankbaar dat ik ook wel al verschillende culturen en mee heb mogen maken. En vandaar dat het ook een bewuste keuze was om op mijn 26e dat te gaan doen. Ja. Wetende dat, als ik 30 ben, is mijn oudste zoon 8, die wordt bijna 9. Ja, die komt dan alweer in een volgende fase in zijn leven. Die is meer buiten met vrienden. En het is wel mooi dat je die bewuste keuze ook voor je gezin hebt gemaakt en voor jezelf. Ja. Terwijl je ook bij Feyenoord had kunnen blijven en 2 jaar nog je geld op had kunnen strijken. Ja, toen. Maar dan was ik waarschijnlijk minder gelukkig geweest. Ja. Ga je verlengen bij ADO Den Haag, als ze dat aanbieden? Ja, die kans zit er zeker in. Heb je al een aanbod gehad van ADO? Nee, ik heb geen aanbod gehad. Moeten voor 1 april moeten clubs altijd wat laten weten. Hè, nou, er is wel vanuit de club uitgesproken dat ze graag in gesprek gaan. Dat duidt dan op een aanbod van een verlenging, want anders doen ze dat niet. Ja, en ik heb ook aangegeven dat ik daar positief tegenover sta. Ja. Maar goed, er is niks op dit moment. Nee. Dus, maar goed, je staat positief tegenover om te blijven. Dan hangt het dus nog af van wat voor contract je bieden. Nou ja, dan krijg je ook weer je leeftijd mee. Ja. Van wat is een duur van een contract? Ja. Wat voor voorwaarden zijn er? Hoe belangrijk is het aanblijven van trainer Fons Groenendijk daarin? Of jij die keuze voor ADO wil maken? Ja,
dat Groenendijk aan het roer staat. Dat was vorig jaar in maart, was dat ook wel heel erg belangrijk voor mij. Omdat ik dan, ik heb natuurlijk een verleden met hem. Ja. En je weet zijn werkwijze, je kent hem als persoon. Dus je weet wel waarmee je gaat werken. Mm-hmm. En ik had er toen ook voor kunnen kiezen om een volgend avontuur aan te gaan. Maar bewust gekozen van, ja oké, ik ben een jaar eigenlijk uit de picture geweest door een blessure. Ik weet wat ik bij Groenendijk kan verwachten. Ja, ik weet dat ik nog steeds heel goed kan voetballen en dat ik een goede speler voor ADO kan zijn. Mm-hmm. Dus met die gedachte is een bewuste keuze gemaakt om in Den Haag te tekenen. Ja. En dat komt nu uit in een basisplaats? Uiteindelijk wel, ja. En dat is ook belangrijk weer om misschien aan een verlenging... Ja, natuurlijk. Nee, je zit anders in een bespreking als basisspeler dan als wisselspeler. Ja. Dat is algemeen bekend, denk ik. Okay. Aten Mos, nou, daar heb je net van kunnen genieten. Dat was de eerste keer dat ik dat zag. Ja, ja. Nou, misschien nog een primeur voor je. Joop Buit. Je zag hem even aan het begin van deze uitzending. Ja. Ook maar even kijken dan. Joop. Okay. Nog 10 wedstrijden te gaan voor ADO Den Haag. En dan moet het echt gaan gebeuren. Maar dan moeten ze wel met wat Haagse bluff gaan spelen. Zaterdag moet het echt gaan gebeuren tegen Heerenveen. Want jongens, als Ajax tegen Real kan winnen, kunnen wij echt wel tegen dat Heerenveen winnen. Het is hondenweer in Den Haag, mensen. Is je maag goed? Heb je genoten van Ajax deze week? Ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik absoluut geen Ajax-fan ben. Dat durf ik ook heel hard gewoon te zeggen. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat ze daar in Madrid gewonnen hebben. Maar ja, weet je, het blijft toch Ajax. Ik vind het jammer dat wij niet zo goed kunnen voetballen. Een speler als Stadis hebben wij niet in huis, hè? Nee, maar we hebben wel Geraldo Becker. Daar ben jij geen fan van, hè? Nee. Maar waarom dan niet? Want hij creëert best wel wat voor de Haag, hè? Moet hij wel scoren. Hij creëert wel, maar hij scoort niet. En zo gaat hij rustig teruglopen. Je moet rennen, vriend. Het is geen ballet wat je doet. Mafkees. Wat is voor jou Haagse bluff op een voetbalveld? Wat is Haagse bluff? Ja, een beetje wat Tom Beugelsdijk meestal doet. Gewoon hard erin klappen en zo, weet je. En dat publiek erachter gaat staan. Haagse bluff? Ja. Ga met die banaan. Gewoon doodschoppen. Ja, dat mis je de laatste tijd wel een beetje. Zeker de tweede helft tegen de Graafschap, hè. Waarom was die Haagse bluff er niet? Ja, ik zou eerlijk met je zijn. Ik zat in Mallorca. Ik heb er niet veel van meegekregen. Jij was aan het zuipen? Ja, eigenlijk wel. Ik zat achter de senioritatjes aan. Ja. Alles of niet. Staat 1-1 en dan... Elke keer had hij eruit voor Pinas, ongelooflijk. Ja, ik vind dat je moet van je eigen kracht uitgaan. Moet je altijd aanvallend voetbal durven spelen. 1-1 tegen de Graafschap, doodschamen. Ja. Kijk, je kan wel heel veel kansen creëren, maar je moet ze erin schieten. Groepé voor open goal. Ja, ja. Je hebt echt een sportbrilletje nodig. Nee, maar dat is een verdediger, die kennen niet scoren, joh. Ja, dat zagen we wel. Ach, joh, dat heb ik vroeger zelf ook wel eens gehad. Ging ik alleen op de keeper af en dan schoot ik hem ook 70 meter eroverheen. Dan vroeg ik mij af. Hoe dat kent. Ach joh, je moet niet zo negatief praten. Een kleine voorspelling. ADO Den Haag tegen Heerenveen. Ik hoop dat... Het speelt ze thuis. Ja. 2-1. Een hele gevaarlijke 1-0. Ik ga natuurlijk met mijn man mee. Daar ben ik al 42 jaar mee getrouwd. En nog altijd gelukkig? Oh, heel gelukkig. Wat verwacht je er was zaterdag? ADO Den Haag tegen Heerenveen? 5-0. 5-0? 5-0. Ja, en nu even serieus. Wat is Heerenveen? Je stelt toch niks voor, man? 5-0. Ja? Fijne dag. Hey, fijne dag. Dankjewel. Ja, ADO wint. Nou, lekker man. Ik hou me vast aan jullie. Dankjewel voor het koffie, hé. Sta ik dan lekker in de regen met een bakje in mijn hand. Heerlijk. Cheers allemaal. Ja, 5-0. Nou, de druk wordt verder niet opgevoerd, hoor. Nee, voor, is dit het om te tekenen? Ja, tot maar kijk, je viel uit het lijstje. Dus ik ga het even zo doen. Ik beloof je dat je hier netjes in het lijst komt hangen. Als je hem wilt tekenen, ja, ga ik doen. Dan bedank ik je voor je komst. Super. En alle vertrouwen voor de wedstrijd tegen Heerenveen, neem ik aan. Ja, nee, tuurlijk. Thuiswedstrijd. Ja. Er moet resultaat komen. Zo simpel is het. Dat is belangrijk. En blijf nog een jaartje bij ADO. Zou leuk zijn. Het zou leuk zijn, zeker. Tot de volgende keer. Dankjewel. John. En tot zover deze uitzending. Volg ons het hele weekend, hè, online en op de radio natuurlijk. Met zaterdagmiddag live het top amateurvoetbal. En s'avonds op de radio het integrale verslag van ADO Heerenveen. Zondagavond, 8 uur, zijn we terug met TV West Sport. Een mooi weekend.